Hey hoi, wat leuk dat je op het punt staat om deze video te bekijken. Ben je al abonnee van mijn YouTube kanaal? Nog niet? Klik dan even op abonneer. Klik gelijk even op de bel op het moment dat je op de hoogte wil blijven van de laatste video's. Vind je het een leuke video? Geef hem dan een duim. En wil je meepraten over de onderwerpen uit deze video? Gebruik daarvoor dan de comments. Welkom bij Ask Matthijs, de podcast over e-commerce, ondernemerschap, bedrijfscultuur en de zoektocht naar succes. Vandaag podcast, hallo, welkom. Ik zit hier met Dennis van der Heijden. Hallo Dennis. Hey, hallo. Wat leuk dat je mee wil doen in de podcast. Dankjewel. Gaaf dat je de tijd neemt. Vertel, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je, wat doe je? Ik ben wel Dennis van der Heijden. Ik ben vader van 3 kinderen. Ik ben ook de oprichter en tot op tegenwoordig ben ik dat de CEO van Convert.com, een AB testing tool en personalisatie tool wat zich focust op privacy. Kijk. En ik woon in Spanje, ik heb heel lang in Mexico gewoond en 3 kids zijn hier gesetteld in Spanje op dit ogenblik. Wat goed zeg. Dus ik opgenomen vanuit Spanje hier allemaal bij jullie. Wat goed zeg. En waarom Mexico, waarom Spanje? Vertel. Mexico was de liefde. Ja. Dus daarheen verhuisd naar de liefde. En daar heb ik 11 jaar gewoond. En heb een hele mooie dochter gekregen daar. Later nog een keertje 2 kids. En, we werden wat onveilig daar. Toen zijn we naar Spanje verhuisd. Waar we nog steeds Spaanstalig kunnen spreken. Nog steeds bij de kust zitten. En nog steeds het lekker weer bijna het hele jaar hier. Ja. Maar nou ook de veiligheid van Europa erbij. Want een stukje veiligheid van. We hebben daar. Ik woonde eerst in het noorden van Mexico, Monterrey, net onder Texas. Ja. En dat is wel handig natuurlijk. Dan kon ik snel makkelijk Amerika in. Merendeel van onze klanten die zitten in Amerika. Ja. Dus dan 3 uurtjes en dan zit je er. Maar er waren heel veel drugskartels. En op een gegeven moment genaad en veel schieten s'avonds. Ik slaap gewoon door hoor, met mitrailleurs op de achtergrond en zo. Maar op een gegeven moment wordt het toch een beetje te veel. Ja. En dan liggen daar hoofden in koelcellen. En hangen er lichamen aan bruggen. En toen zijn we naar het zuiden verhuisd van Mexico. Ja. Waar iedere Nederlander waarschijnlijk op vakantie is geweest, Playa del Carmen. Daar heb ik dan nog 5 jaar gewoond. En daar een coworkplek gestart en heel veel evenementen gedaan. En op een gegeven moment kwamen ze weer. Dus het begon langzaam weer op te komen. En ik had zoiets van, daar heb ik eigenlijk niet nog een keer zin in. Het was een redelijk traumatische ervaring daar in het noorden. Dus we zijn van, kijken wat. We hebben een reisje gedaan van 12 landen, een half jaar met mijn vrouw. En toen een van de kleinere zoons, mijn kleinste toen de tijd. En toen zijn we uiteindelijk in Spanje uitgekomen van dit is wel eigenlijk, het heeft wel heel veel dingen van Spanje, Spaans, ik spreek Spaans en mijn vrouw ook. En dus vonden we dan prettig. Het was makkelijk om hier voor haar, want ze is Argentijns, om een Spaans paspoort te verkrijgen. En toen is ze zo, we blijven hier behangen. Ja. En dit dorpje is leuk. Het zit, tot op heden nog in vriezers en geen lichamen aan bruggen. Nee. Kijk, dat is weer het voordeel van, dat de meeste mensen realiseren dat dit hoe fijn het is om in Europa te wonen. Er zijn heel veel dingen dankzij onze voorvaderen al geregeld. En het is heel erg veilig. Ja. Hier is juist niet voorstellen. De politievriend, echt. Ja, precies, kennen de politiemannen van dit dorp ongeveer. Er zijn er maar 50 die hier werken. Dus die begin je allemaal te leren kennen. Dus ja. Goed, veiligheid is dan toch bijna vanzelfsprekend voor ons, hè? Terwijl het helemaal niet in veel landen nog niet zo is. Ja, ik realiseerde me vooral, denk ik, als je dan in een derde wereldland woont, en dat is toch Mexico, toch wel probeert eruit te klimmen, maar je realiseert je dat de basis van een land, dat zit toch vaak op, zitten de banken goed, zit telefonica goed, hebben bepaalde rechten. En op het moment dat je dat allemaal als basisdingen geregeld hebt, dan kunnen de hele infrastructuren omheen komen. En dat zie je natuurlijk ook in e-commerce. Van op het moment dat je heel makkelijk shipping kan regelen, en dat is een API tegenwoordig, of de bank doe je via Stripe. Of als het allemaal als basisdingetjes allemaal geregeld zijn,
dan kan je daar hele mooie nieuwe innovaties bovenop zetten. Maar als de dingen helemaal wegvallen, als de bank niet werkt, als het juridisch allemaal niet goed is, dan vallen er ook heel veel businessmodellen gewoon helemaal weg. Dan, als je niet weet dat een pakketje ooit aankomt, dan wordt het heel lastig om pakketjes te versturen en e-commerce te bouwen. En als de politieman niet je vriend is en eigenlijk na een ongeluk toch even 50 euro van je blaf aftroggelen, dan gaan er ook heel veel dingen niet werken. Dus wat ik realiseerde, vooral in Mexico, en een van de grotere lessen is dat als dan basisdingen goed geregeld zijn, dan kan je daar bovenop bouwen. En sommige dingen sta je dan niet bij stil natuurlijk als Nederlander, dat de basis van een bank en de basis van de politieke stabiliteit, en dan kan je wel zeiken over wat er morgen en gisteren gebeurd is. Maar over het algemeen is het redelijk stabiel. Ja. En daardoor kunnen wij natuurlijk als ondernemers en als medewerkers van ondernemingen innovatie op basis van een bepaalde historische lagen neerzetten. Ja. Dus jij ziet overlapping tussen het Adolf-model en de piramide van Maslow. Ik ben niet zo. Ja, ik ben review van mij. Maar die eerste model ken ik helemaal niet. Want je hebt accessibility, design, offer en verkoop. Oké. Dat is natuurlijk het leuke. Want nou betrap je me op iets wat natuurlijk interessant is voor mensen. Ik run een AB-testingbedrijf, maar ik ben geen conversie-optimalatie specialist. Kijk. Dus ik bouw bedrijven. En dat is natuurlijk wel interessant voor mensen om te weten dat sommige bedrijven worden gebouwd door de experts. Maar ik heb gelukkig. Hang heel veel op mijn team. Ja. Ik bouw bedrijven. Dus ik bouw niet. Dat is een mooi bruggetje. Laten we het daar eens over gaan hebben. Want ben jij in Mexico het bedrijf begonnen? Of heb je daar andere bedrijven gehad? Vertel eens over jou als ondernemer. Maar als ondernemer, ja. Nou ja, bedrijven bouwen is eigenlijk een beetje. Het zat al altijd wel in. Maar ik zal al verkoopverhalen van kinderen die besparen. Maar ik heb Small Business Haarlem gedaan. Dat is een school. Het is een school voor mensen die niet naar school willen. Uh-huh. Ik schenk ook nog even bij. Heel slim. En dat is het vooral een doen. Weet je wel? Projecten doen en gaan. En als je niet naar school wil komen, dan hoeft dat niet. Nee. En uiteindelijk ben ik een aantal jaar, en dat vind ik eigenlijk wel belangrijk denk ik, voor wat jongere mensen. Een aantal jaar heb ik geleerd bij andere bedrijven. Dus gewoon intern. Ja. En ik maakte denk ik iedere 2-3 jaar een overstap. Dus ik was een trainer bij in Telecom en bij Siemens en telefoonsystemen en software. En op een gegeven moment telefoonmensen ADSL geleerd en ISNN installaties. En ik certificering daarin. En gingen we naar netwerken en dan gingen we naar software, Microsoft Trainer en al dat soort dingen. Zo steeds een stapje, maar iedere 2-3 jaar stapte ik van bedrijf over, want dat... Het levert meer geld op dan van wachten tot de baas wat meer geeft. Dus dan iedere 2 jaar overstappen. Ja. En op een gegeven moment zat ik dus echt in die softwarewereld. En denk, nou, ik wil naar Mexico. We woonden toen de tijd van Haarlem, waar aan de bus verhuisde, een huisje gekocht. Maar mijn vrouw toen de tijd, Mexicaanse, die zei van, joh, ik wil terug naar Mexico. Nou. Ik spreek geen Spaans. Ik had ook niet heel erg het gevoel dat nou de werknemers in Mexico erg goed voor de werknemers waren. Ik zag dat niet zo zitten. Ik denk, ondernemer is de optie. En toen ben ik een bedrijf gevonden. We begonnen in Nederland. Het heette Orange Republic. Ja. Misschien mensen die in de softwarewereld zitten kennen dat. Dat is namelijk een bedrijf dat genereerde leads voor ongeveer 500 softwarebedrijven in Nederland. Van SAP tot aan Exact, tot aan Unit4 en alle kleine CRM-spelers en dat soort dingen leverden wij leads aan. Hoe dan? Dat was een concept, we hadden zo'n paar honderd sites, CRM-matrix of ERP Centraal hadden we dan. En die publiceerden constant nieuws over de industrie, alle nieuwsberichten verzamelden. En soms hadden we wel een portaal gemaakt waar mensen dan hun nieuws op kunnen zetten. En dat verspreidde dan over alle sites. En we hadden al die domeinen. Dus we hadden een paar honderd van die domeinen. Dus ERP Centraal. En dan dat ERP Matrix was dan een vergelijkingssite waar alle features van alle ERP-systemen zeg maar vergeleken worden. En omdat die informatie toen de tijd... Google was wat makkelijker te beïnvloeden dan nu. En daar spreken we over 2000, 2007, tussen 2006 en 2010 ongeveer. Ja. Spelen we daar een beetje mee.
omdat we zoveel materiaal konden combineren, dan kon je natuurlijk zeggen van, nou, je hebt de vergelijking tussen alle ERP-systemen in de voedingsindustrie. En dan kon je dus natuurlijk combinaties maken en dan halen we daar het nieuws van de voedingsindustrie in combinatie met de ERP-systemen. En dan had je natuurlijk een nieuwe pagina. En omdat ik zoveel materiaal had, ik had zoveel bedrijven en zoveel nieuws, de eerste top 5 van Google, dat waren allemaal sites van ons. Ja. De eerste vijf, je mocht, als je wat zocht van Microsoft voor de voedingindustrie of de Microsoft voor de staalindustrie, dan stonden we daar altijd. Ja. Altijd kwamen bij ons zijn. En nou, dan combineerden we, en dat is een beetje het brugje naar Convert, denk ik, op een gegeven moment die dingen van, ja, gisteren zocht je ERP Microsoft op een andere site van ons. En vandaag zoek je opeens een CRM. Hey, laten we dan de site, de pagina waar je landt, aanpassen en die combinaties trekken van, hey, Microsoft logo, staal, ERP, koppeling tussen ERP-systemen van Microsoft in de staalindustrie. Ja. En dan konden we dan zeg maar die personalisaties maken die zo heel gericht worden. Want ik kreeg natuurlijk de keywords nog van Google, dat is ook allemaal verleden tijd. Ik kreeg de keywords, ik had de zoekindustrie, had ik opgeslagen. En die combinaties maakten dan, en hartstikke hoge conversie, en dan gaven we dozen weg. Dus je kon een box aanvragen, en dan moest je aanklikken en dan ging binnen 5 minuten een callcenter had je gebeld. Een hele vragenlijst, en die vragenlijst was geautomatiseerd. En afhankelijk van die vragenlijst stuurde ik foldertjes over de leveranciers die pasten. We stuurden daar boeken over ERP. Precies wat jij wilde, stuur gewoon een boek. En dat kostte me wel 100 euro, zo'n hele doos sturen. Met al die boeken. En we hadden een checklist gemaakt. Alles op papier natuurlijk. Ja, op papier moeten we dozen maken. We hadden mooie dozen, duizenden dozen besteld. En die konden we vullen. En iedere nacht ging er dan een XML-file naar het fulfillment center in Zoetermeer. En die gingen dan al die dozen maken en versturen. En nou ja, wat die nieuwe doos verstuurd was, dat was de lead. En dan kon ik hem verkopen naar Exact voor een hele hoge prijs. Want zo'n lead was, ze zoeken Microsoft, ERP, ze hebben dat budget. En en iedereen wilde dat spel hebben. Je kon precies bepalen wat je leadje wilde. En dat was eigenlijk een hele goede business. Ja. En dat is eigenlijk fantastisch. Goed betaald, lijkt me. Ja, zo'n lead ging zeg maar tussen de 35 euro en 200 euro per lead. En dan kon je hem dan 2 of 3 keer verkopen. Ja. Soms al 5 keer als het een hele mooie deal was, waar een paar miljoen in zat. Dan wil iedereen hem natuurlijk hebben. Ja. En dat was een prima businessmodel. En met dat businessmodel kon ik dan naar Mexico verhuizen. Want dat kon je ook ik ging gewoon op een zolderkamertje zitten in Bussum. Ja. En het eerste jaar ging ik iedereen bezoeken. Het tweede jaar zeg ik van, ik heb heel weinig tijd. En het derde jaar deed ik alsof ik in het buitenland zat. Terwijl ik gewoon in Bussum zat. Ja. En toen dat derde jaar, dit gaat werken. We doen geen kopjes koffie meer. Nee, we doen geen kopjes koffie meer. Sorry, we komen niet meer langs. En die mensen waren daar een beetje aan gewend. Dus dan hebben we het over 2008. De mensen waren wel aardig. 2008, 2009 gewend dat mensen misschien niet meer op de koffie komen. En dat het niet meer met een handje geschud wordt. Of op dit soort manieren even via Zoom. Ja, maar in 2009 was dat nog niet helemaal logisch voor iedereen. Nee. Volgens mij was het begin 2000 dat ik toen uiteindelijk bij een bedrijf... dat was ook al later. Nee, dat was denk ik 2005 of zo. Dat schiet vaker nog door mijn hoofd. Dat er toen werd gezegd vanuit het management. Van als je een klant hebt die alleen een mobiel telefoonnummer doorgeeft. Dan bedienen we ze niet. Want dat zijn hoogwaarschijnlijk zijn dat mensen die de boel frauderen. Juist, datzelfde gevoel. Datzelfde discussie heb ik nog intern. Van als er een Gmail opkomt op dat lead gen form. Dan moet je zeggen dat ze een zakelijk e-mail moeten vullen. Ja. Die discussie zijn we ook nog gaande. Want dat is een beetje natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja. We moesten echt een voice of IP nummer hebben. Met een telefoon. Ik zat in Mexico natuurlijk. En het moest een Nederlands nummer zijn. Want de mensen zouden dat... Nou, dan waren toen een nieuwe telefoonnummerreeks. En dan was er een nummerreeks dat niemand wilde belden. 88 of zo, weet ik veel. Dat was dan allemaal verkeerd. En dat ging niemand doen. En niemand snapte dat. En dat moest een nummer zijn in Amsterdam. Anders ging het verkeerd. Anders voelde het niet goed. Ja. Inderdaad. Nou, maar dat is wat je met tijdsverschil, denk ik. Als je dan dat... Ja, dat is gewoon 2 uur 's nachts opstaan. Ja. Dat is gewoon 2 uur 's nachts opstaan. Om 9 uur in Nederland. Dat was een... Het was zwaar. En in 2008 hadden we ook al 1 medewerker in Nederland. Dus die kon de ochtenden doen en ik deed dan de middag. Deed ik dan part-time. Ja. Maar
2008 werd een beetje een probleem. Want er was een uitdaging ergens met hypotheken in Amerika. Ging er iets mis? Ja. En dat was... dat had ik niet zo heel gedacht. En iedereen in de software-industrie die in 2008 werkte, weet dat eigenlijk de knip op de budgetten ging in 2008. Ja. Dus geen leads. En dat knalde ongeveer naar beneden in zo'n augustus, september. En ik had in mei mijn huis verkocht, zeg maar. En ik zat in Mexico, zeg maar. 2007. Dus ik had een jaar en ik had een medewerker aangenomen. 2007 was ik naar Mexico gegaan. Ja. 2008 gebeurde dit. En toen had ik net een kleine, die was 1,5 jaar oud. Ja. Toen dacht ik zoiets van, nou, dan ben ik in een nieuw land met een kleine. En ik zie mijn inkomsten helemaal vergaan. Ja. Dus dat was het jaar dat we die combinaties bedachten, dat we die, zeg maar, die keywords, die combinatie deden met de zoekmachines en dat idee van personalisatie, zeg maar, gingen uitrollen. Ja. En toen hadden ze iets van, ja, ik had ongeveer de helft van de traffic wat ik had en ik moest dubbel zoveel converteren natuurlijk om hetzelfde inkomsten, zeg maar, te halen. Ja. En dat was wel een flinke uitdaging. En uiteindelijk waren het allemaal van die handmatige regels die we gebouwd hadden in WordPress. Als dat woord en het verleden dat gezocht heeft met die twee woorden, dan moet je dit laten zien. Dan hadden we al die blokjes gebouwd van Microsoft logo met de EUP erin en een achtergrondje van de staalindustrie. Maar weet ik veel. Dus ieder artikel paste zich aan. Maar gelukkig had ik natuurlijk een paar honderd sites. Dus die blokken kon ik met HTML hergebruiken overal. Ja. En die artikelen pasten zich, zeg maar, aan afhankelijk van de historie van de bezoeker en zijn huidige zoekopdrachten. Cookies. Ja. Als je daar wel over praat, dan heb ik nog wat voor je dadelijk. Maar we hebben dus nu een dubbele conversie gehaald. Ja. En dat was een beetje dat ik dacht van, nou, het eerste jaar was gewoon, wauw, klopt, gaaf. En 2009 was gaaf. Toen had ik zoiets van, dit is eigenlijk wel cool. We hadden een WordPress-plugin. Misschien kunnen we daar iets mee doen. De jongen die dat gemaakt had, nu mijn co-founder Claudio, die had ik nog nooit ontmoet. Die zat in Roemenië. En van een kleine WordPress-plugin een paar jaar eerder, op een gegeven moment had hij, zeg maar, bijna de sleutel van mijn auto. Zoveel wist hij van alles. De servers, hij bouwde alles. Ja. De jongen had ik nog nooit ontmoet. Ik zei, dat is wel wat. En ik praatte met hem. Ik zeg, zullen we daar niet een product van maken? Gewoon, het enige wat we hebben is Omniture. Ik kon niks anders vinden hoe dat heette. En ik zag alleen maar dat het Omniture, nu Adobe Target, zeg maar. Ja. En dat was toen Adobe Testing Target geworden. En dat was helemaal van, dat was gaaf. Ja, dan moet je een ton voor neerleggen. Dat kan toch anders? En toen begonnen al wat artikeltjes zo links en rechts over de Lean Startup te komen. Er was nog geen boek over, maar er was nog geen naam voor. Want volgens mij 2010 kwam een boek pas uit. En maar zoiets van, we gaan dat doen. We gaan die WordPress ombouwen naar een tool. Ja. En toen heb ik dus met met Orange Republic, medeoprichter, zoiets van, nou ja, we willen die intellectual property, het eigendom van dat idee, willen we uithalen. Nou, we hebben een deal voor gemaakt. Ja. We zijn het gaan proberen. Ik ben naar Roemenië gevlogen en ik zeg van, zo, handjes schudden met mijn toekomstige co-founder. Ja. Heb jij interesse, jongen van, wat zal die geweest zijn, 21 of zo, van, wil jij dat avontuur aan, wil je dat bouwen voor mij? En dan krijg je een flinke hap van het bedrijf. En dan gaan we dat samen doen als co-founder. En zei, nou, lijkt me wel aardig. Dus naast Orange Republic zijn we toen dit begonnen. Ja. Dat heette Reach. En daar hadden we een domeintje voor. En uiteindelijk is dat Convert geworden later met financiering en investeerders. Het is allemaal wat groter geworden inmiddels. Maar toen was het echt ik teken in de Starbucks in Mexico op de scanner leggen. De afbeeldingen sturen naar Claudio zo zou het eruit moeten zien. En ik weet niet, ik heb geen idee hoe dat werkt. En nou ja, ik weet weinig van software, nu een stuk meer, maar ik weet weinig van de conversie optimalisatie, ik weet weinig van de software. Maar dit geloof ik wel dat daar iets in zit. Want het heeft ons onwijs geholpen uit die
met dat meer omzet maken. En ik wist niet dat dat conversie optimisatie... Ik wist niet hoe dat heet, joh. Ik wist niet dat het conversie optimisatie heet. Ik wist niet dat het personalisatie heette. Het was gewoon iets van... Ja, dat werkt. Dus ja, dan moeten we daar iets mee doen. Dat dus echt vanuit een business idee en vanuit eigenlijk wat je zelf ervaren hebt... Wat werkt of waar juist behoefte was... ben je deze tool eigenlijk gestart met Claudio. Ja, inderdaad. En... Nou ja, dat is uiteindelijk hebben we natuurlijk anderhalf jaar aan het bouwen geweest. Dat is nu doe je dat helemaal niet meer. En dan laat je het zien aan de wereld. En dan ga je in beta. En dan ga je al die beta-lijsten. En uiteindelijk... Niemand had interesse. Dat denk ik niet. Nee, echt. Dat is iets van... Ja, het is veel te complex. Als enige voorbeeld hadden natuurlijk Adobe. Dat was natuurlijk een enterprise tool. Dat is allemaal complex en zo. Ja. Dus we hadden zoiets van... Nou, complex is... alleen complex, maar goedkoop. Weet je, in plaats van een ton hoef je maar $29 te betalen. Maar, dat kan niet goed zijn. Nou ja, wist ik veel dat soort psychologieproblemen, zeg maar, erachter zitten. dat het dan nooit gaat werken. Wow. Maar het is gewoon, aldoende leert men. Ik ben nu 11 jaar verder in het bedrijf. Dus kan er nu terugkijken en lachen. We zijn niet dood. Dus nee, als bedrijf, dus hebben we het overleefd. Ja, dit is natuurlijk waardeloos. En de grap is dat we voor ons vorige bedrijf een tooltje gebruikten, wat uiteindelijk gekocht is door Yahoo, en het heette Dapper. Yeah. En Dapper kon je met een visuele editor, kon je zeg maar DOM elementjes over, en dan was een oranje cirkeltje kwam er overheen. En dan kon je dat aanklikken en dan kon je van iedere site een soort feed maken. Toen de tijd. En dan kon je dan een soort, dat heette, later is dat Yahoo Pipes geworden, waar je dan... kan je dus zeg maar iedere dag kijken. En als er dan iets veranderd is, dan sla je dat op in de database of dat soort dingen. Yeah. En dat was hartstikke handig. Wat gebruikten we zeg maar voor newscraping. We hadden dan allemaal al die software sites in de wereld hielden we in de gaten. Die zochten op keywords, op ERP en dat soort dingen. En dat scrapten naar één RSS feed. Dus voor de Google feed, weet ik wat we toen hadden. Zo'n RSS ding. En dan hadden we dus al het nieuws wat we willen hebben. En dan pikten we de goede nieuwsitems uit. En dat lieten we vertalen. En dat kwam dan op onze nieuwsites terecht. Maar dat tooltje, dat had iets van een soort visuele... Dan kon je aanklikken en dan zeg je... Dat veld krijgt dan een naampje. En dat naampje kon je dan een RSS-feed van maken. Ja. Zoiets zou misschien wel kunnen werken voor wat wij doen. Een soort AB-testen. Dus we hadden een monster gebouwd dat funnel analytics kon doen. Het kon personalisatie doen. Het kon AB-testen doen. Ja. Het was een heel Google Analytics systeem zo ongeveer. We hadden echt een anderhalf jaar wel iets gebouwd. Wat nooit iemand gevraagd of dat interessant was. Dat super ingewikkeld. En dan moest je dan het DOM-element selecteren. Dan moest je dan in de inspect, in Chrome, moest je dan het DOM-element selecteren. En dan goed omschrijven, zodat je dat kon selecteren. Dat was allemaal hartstikke logisch voor me. Claudio natuurlijk toen de tijd. Ik wist helemaal niet dat niemand daarop zat te wachten. Nee, maar dat Dapper, dat was wel iets van wat cools. En uiteindelijk belden we toch, begonnen we een beetje aan dat Lean Startup. Begonnen we met wat mensen vragen wat ze zouden willen misschien. In plaats van alleen maar zelfbedenken, aannames maken en dat soort dingen. Ja. En toen kwamen we van... Focus nummer 1 volgens mij. Ja. We halen dat stukje van het AB-testen halen we eruit. Ja. En daar gaan we wat mee doen. Dus we hadden zeg maar een jaar bezig en we hadden zo'n $500 per maand hadden we aan inkomsten verzameld. En toen zei je van, dat is misschien wel wat. Rond die tijd hebben we ook een fundraising round gedaan bij een Amerikaans bedrijf. Een Amerikaanse venture capital die naar Mexico wilde komen. En daar een stuk of 50 bedrijven wilde ondersteunen. Was een van de eerste toen de tijd in Mexico. En die zagen dat wel zitten. Niet omdat ik nou een hele goede pitch had. Die vond ik ook wel goed, daar niet van. Ik heb dat al 100 keer geoefend en zo. En ik heb maar één pitch gedaan. Maar de eigenaar die heeft ooit de kans gehad om naar de Omniture te investeren. En die heeft hij voorbij laten gaan. Ja. Toen dacht ik, hij zegt van... Hey, inderdaad. Dat is natuurlijk 1 biljoen verkocht aan Adobe. En een jaartje of 6 geleden was 1 biljoen verkoop nog wel heel wat. Dat de nieuwe standaard, zeg maar. Maar toen de tijd was het wel heel groot. En die kende alles waar ik het over had. Dus ik zat een pitch te doen. En na 10 minuten... kreeg ik een vraag van een van de 8, 9 mensen in die zaal van de investeringsgroep.
En toen ging hij dat uitleggen hoe dat zat. Dus hij ging het voor jou verkopen. Ja. Nou, als ik iets gelegen had, kijk, als iemand ooit een venture capital, als iemand investeerder, sorry, af en toe gaat er wat Engels doorheen. Ja. Als je investeerder zoekt, is een boek Venture Deals echt de bijbel. Venture Deals is een onwijs goed boek. En dat had ik wel 10 keer gelezen, geloof ik. En een van de dingen die je onthoudt is, op het moment dat iemand anders de pitch gaat overnemen, dan ben je verkocht. Dan moet je het enige wat je moet doen, is je mond houden. Ja. Laat hem maar vertellen. Ja. Dus uiteindelijk ging hij het verkopen aan de rest. En dat is uiteindelijk nu mijn boardmember geworden. En Paul is echt fantastisch als om aan de board van directors te hebben, zeg maar. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Nou, die hebben een investeringsronde gedaan. En daar kwam toch heel duidelijk dat we echt iets moesten uitzoeken. Dat we niet dat monster konden houden. En AB-testen zou het worden. En die combinatie tussen dat dapper visuele editor, zeg maar, die we toen daar zagen. Dus van, zoiets zouden we kunnen noemen een minuutje of zo. Menuutje en dan kan je dan natuurlijk selecteren. En, dus daar zijn we dat gaan bouwen. Yes. Dus dan hebben we een visuele editor bedacht. En in 2010 zeg maar op de markt gezet als Convert. En nou, we zijn al 1,5 jaar vertraging opgelopen. Dus wij waren klaar met de lancering. En nog geen 2 maanden daarvoor kwam Visual Website Optimizer VWO.com nu. Mooie concurrentie met een visuele editor net voordat wij hem klaar hadden. Kak. En dat is iets van, oh shit, er is nog een tour in de wereld die hetzelfde aan het doen is. Uiteindelijk, lang verhaal, die hebben toch zijn harder gegroeid dan ons. En Nederlandse bedrijven die kennen Visual Website Optimizer vaak wat meer als ons. Yes. Maar dat was uiteindelijk, dat zie je altijd. Je bent niet uniek. Er is altijd iemand die met hetzelfde gedachte op dezelfde tijd. Ja. Dingen worden altijd op 2 momenten uitgevonden, zeg maar. Snel go-to-market. Ja. Nou, wat ik nu wel, als ik dan terugkijk, is wat de oprichter daarvan hartstikke goed gedaan had, is bloggen. Hè? Dus wat je nu ziet als strategie, wat je nog steeds veel ziet, is iedere maand, zeg maar, een wijs goede set van blogs neerzetten. Ja. Om natuurlijk al die marktbewegingen in te zetten. En die founder, die weet echt een hele hoop over AB-testen. En die weet conversieoptimalisatie. Ja. En ik niet. Ik was zoiets van, ja, dat heeft aan mij geholpen. Ik wil het alleen eenvoudig doen. Ik ben een bedrijfbouwer. Dus als ik zo'n visuele editor heb, dat is hartstikke goed. Ja. Dat dan statistieken, nou, ik weet niet zoveel van de statistieken. Maar als ik dat simpel kan aanpassen, dan vind ik dat wel goed. En hij was natuurlijk iemand die hartstikke goed in de statistieken was. En ja, die heeft natuurlijk een hele mooie naam opgebouwd op de tijd. En dat was echt wel 10 keer zo snel groeien als dat wij groeiden toen de tijd. Ja. Natuurlijk groeit het nog steeds netjes. Maar achteraf kijk je dan van waarom is dat? En dat zie je dan soms niet op dat moment. En dat is toch echt wel dat bloggen geweest. Dat is hij heeft echt wel inderdaad dat heel sterk gedaan. Om je mee te nemen naar dat verhaal. Op het moment dat hun aan het groeien waren, ging ik een scheiding in. Oh, hartstikke. Dus, focus gesproken. Nou ja, laat ik zo zeggen. We groeiden netjes. Niet de 20% die je misschien van per maand dat je van een start-up verwacht. Maar toch 1, 2, 3, 4% zo afhankelijk zo per maand. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor een normaal bedrijf. Maar voor SaaS is dat natuurlijk eigenlijk hartstikke. Ja. En daar kun je ook gedonderen met de visie, of viel dat mee? Nee. De visie zijn redelijk relaxed. Want die hadden zoiets. Dat is het voordeel van natuurlijk in zo'n derde wereldland, zeg maar, een visie starten. Die hadden ook de verwachtingspatronen niet zo enorm hoog. Zoiets van, het is lastig. En dus als we een paar klappers maken. Dus strategie al? Of was dat helemaal niet? Of weet je, is dat... Nee, dat was eigenlijk was het zoiets van, nou, ik weet natuurlijk dat investeerders, als je natuurlijk geld investeert, willen minimaal 10 keer er zoveel uit hebben. Dus dat is wel helder. Dus ik snap de consequentie van investeerders aannemen. Ja. En wij wilden ook echt wel investeerders, want wij vonden dat Silicon Valley zo cool en dat TechCrunch was gaaf. En dat hoorde blijkbaar investeerders bij. Ik wist niet helemaal waarom, maar ik had zoiets van, dan moeten wij dat ook waarschijnlijk doen. Automatisch meer groeien of zo. Dus ik was er maar. Ik had nog maar één succesvol bedrijf achter de rug. Maar dat is een heel ander soort bedrijf waar wij mag in investeerders hadden. Dus ik wist heel weinig, heel groen in dat opzicht.
En de scheiding zorgde eigenlijk voor een heel onfocust 3 jaar. Ja. En inmiddels had ik een mannetje of 8 ongeveer. En ik was helemaal fan van het Tim Ferriss, weinig werken en ook geld verdienen verhaal. Ja, twee uur. En die, de 4-hour work week, dat was helemaal fantastisch. En ik had zoiets, weet je wat, ik zet mijn bedrijf gewoon even een paar jaar op autopilot. Ik heb geen idee over strategie. Ik wil eigenlijk zorgen dat ik mijn dochter niet verlies. En want Mexico is niet voor de hand liggend. Custody, wat is dat in het Nederlands? Voogdij. Voogdij, dankjewel. Dat je dat verdeelt en zo. Dus de vrouw heeft altijd wat meer rechten daar. In dat opzicht. Dus ik was gewoon aan de knok om te zorgen dat ik één convert niet zou verliezen in zo'n scheiding, want die werd gebouwd gedurende mijn huwelijk. Yes. En dat heeft gevolgen natuurlijk. Mijn dochter, dan moet je natuurlijk met de huwelijkse voorwaarden je was gewoon eigenaar van 50% van mijn aandelen. Ja. En dat moest ik natuurlijk proberen te redden, want ik had zoiets van, als dat heel emotioneel wordt, dan kan iemand de stekker eruit trekken en dan is het over. Ja. Ik zat natuurlijk in een vreemd land. Ik wilde toegang tot mijn dochter bewaren. En ik had zoiets van, als ik dan ook mijn inkomsten verlies, dan valt wel een hele hoop weg in je leven. Dan kan ik ook niet knokken voor mijn dochter. En dan zal ik weg moeten uit Nederland en uit Mexico. En dan dan heb ik geen geld, heb ik geen bedrijf, heb ik geen vrouw. Geen dochter, dan kan je vanaf nul beginnen. Dus ik had echt iets van, dus knokken. Dus de strategie van het bedrijf was, kopieer anderen en zorg dat we geen features verliezen. En gewoon, je hoort weer van me, zeg maar, ongeveer dat ik emotioneel weer klaar ben om een leider te zijn van deze toko. En dan ging de visie ook mee akkoord? Of zeiden die van, dan hebben we hier... Kijk, bij de VC was het natuurlijk een stukje... Het is ook een beetje... ik zit in scheiding en ik probeer mijn beste petje voor te zetten op de board meetings. Ja. En ik probeer aan te kondigen. Maar als ik... Dit is ook terugkijkend naar mezelf, hoe mijn houding was, is... Eigenlijk had ik meer van... Ik totaal geen focus. Nee. Ik had zoiets van... Ik was helemaal natuurlijk in de angst dat... dat ik één inkomsten zou verliezen en dan bedrijf zou verliezen. Dan kon ik ook mijn dochter niet onderhouden. Zou ik voldij verliezen. Nou, het was allemaal drama. Ja. En ik had zoiets van, ik doe mijn best om niks te verliezen met bedrijf. Dus dat bedrijf is eigenlijk langzaam hetzelfde doorgegroeid. Met medewerkers die uiteindelijk een hoop gered hebben bij mij. Ja. Maar dat was wel even een dieptepunt. En dan kan je natuurlijk zeggen van, kopiëren van je concurrentie is natuurlijk de meest stomme strategie die je hebt. Maar het was dat of mij helemaal niet als leider hebben, zeg maar. Dus als je natuurlijk redelijk depressief bent en in de scheiding zit, dan kan je niet zoveel. Dus dat is eigenlijk iets van, weet je wel, dat was een beetje de strategie. Dat was natuurlijk een hele slechte strategie. Maar uiteindelijk gebeurden er een aantal dingen die, en dat is echt geluk natuurlijk, want soms is het vaak van ondernemers, het is allemaal hard werk en zo, maar soms heb je toch echt wel geluk. Moet je geluk hebben. En ik ben wel van een persoon die zegt van, hoe meer loterijkaartjes je koopt, hoe meer geluk je hebt natuurlijk. Dus je moet wel echt hard werken, je moet wel echt je best doen en dat soort dingen. Kijk, dus ik ben er wel van, maar aan de andere kant denk ik van, sommige dingen had ik echt niet kunnen voorzien. Er kwam een nieuw bedrijf te markt in 2010. En daar wisten we niet zo heel veel van, want het was een beetje Silicon Valley-achtig. Maar op een gegeven moment kwamen die in een Obama-campagne uit. En die zeggen van, we hebben met Obama 50 miljoen verdiend door AB-testen. En je moet allemaal van de Google Website Optimizer, wat was eigenlijk een gratis pakketje, wat toen bij beschikbaar was een beetje voor de mensen. Yeah. Daar moet je allemaal vanaf. En die groeide zo hard, want er zat... Twee Google mensen, miljoenen aan funding steeds. En dat was echt een schitterende executie van hoe ze dat gedaan hadden. Ja. En met mooie storytelling zat erin. Ze hadden bij de Obama-campagne gewerkt. Ze kwamen van Google. Nou, TrackCrunch, die kwelde daar helemaal over. En ze gewoon sluiten van deals. Ze zaten in Y Combinator, dat soort dingen. Dus die namen zelfs de markt over van VBO. Dus die zaten helemaal... In de 10 keer zo groot als VBO, zeg maar, opeens. Yeah, yeah. Dus dan opeens een nieuwe nummer 1 en nieuwe nummer 2. En wij bungelden daar een beetje onder met, zeg maar,
En dan moet je een beetje voorstellen, in de SaaS is het eigenlijk, ben je de grootste in de SaaS, dan ben je eigenlijk bijna 5 tot 10 keer zo groot als de nummer 2. Ja. De nummer 3 is tussen 5 en 10 keer zo klein als de nummer 3, of groot als de nummer 3. Zo zit dat vaak in elkaar. Het is eigenlijk, daarom is het een beetje winner takes all markten zijn dit. Ja. En dus ze zijn zeg maar een factor 10 kleiner dan de grootste en dan nog een keer ongeveer een factor 10 kleiner dan de volgende. Ja. En zo zaten we daar een beetje in die industrie een beetje aan te kabbelen. Zo van, nou, gaat lekker. Hè? Er zijn 35.000 per maand, 50.000 per maand. En zo gaat het allemaal wel omhoog. Ja. Maar we zijn niet de speler waar de hele wereld nou die dat kent. Nee. En nou ja, dat was na mijn scheiding kwam ik daaruit. Het bedrijf was gewoon stabiel. Het was allemaal een beetje gegroeid. En toen had ik zoiets van, nou, daar wil ik wel weer die pet opzetten van de leider van deze toko. Een beetje in plaats van zo'n medewerker die een beetje precies in de hoek staat af en toe. Ja, dat is gewoon zo. Dat, is, dat zijn gewoon een paar aantal jaren. Ik kan daar geen inspiratie van maken. Dat is gewoon een paar klote jaren zijn dat gewoon mensen. Ik weet niet of je in Nederland was geld, maar dan maar een piepje er maar uit. Ja, nee, maar dat is echt gewoon waarde natuurlijk. En je moet je kiezen voor dingen. En je moet accepteren dat gewoon af en toe jaren zijn dat je je eigen bedrijf helemaal niks vindt. Of dat er iets is en dat je zegt van, nou, ik moet even... Maar je moet even het petje opzetten. Ik ga wat anders doen. Nee, omdat het bedrijf niet het probleem was. Het bedrijf was niet echt een probleem. Het was altijd ik. In ieder geval zo zie ik dat dan altijd. Ik had ook blogs kunnen schrijven. Ik had ook een fantastische campagnes kunnen doen. Ja, maar het was gewoon de kennis die ik niet had. De tijd die ik niet had. Ja, dus je zocht het bij jezelf. De energie. Ik zocht het bij mezelf. Dus het was nooit het bedrijf dat daar een probleem was. Ik heb altijd zoiets van, ik kan beter. Dus een beetje dat zeg maar... growth mindset, zo'n persoon ben ik. Als er iets verkeerd gaat, dan neem ik de schuld op. Maar dat had ik beter kunnen doen. Ja, dus dat is een beetje zoals ik natuurlijk geboren ben en opgegroeid ben. Dus, maar we hadden dus een paar jaar hadden we die concurrenten gekopieerd. Ja. En toen kwamen we eruit. En het geluk was... dat de grote spelers, Optimizely, op een gegeven moment zeiden van... nou ja, wat we altijd doen, we zijn de grootste in de wereld. En nou gaan we natuurlijk richting de IPO, naar die billion dollar market. Iedereen van $49, die gaat naar $500 en per maand. En alles was over. De minimale order die je kon stellen is €35.000 per maand, per jaar. Ja. Ja. Dus je moest maar 2.500 neerleggen. En de rest, bedankt. Doei. Ja. Dus er zat geen grandfather-strategie in bij hun. Ik snap ook waarom, want je moet natuurlijk met nieuwe investeerders... je hebt nou 80 miljoen opgehaald. Dan moet je natuurlijk aan de hand geven... de average customer value, dus per klant wat je binnenhaalt... moet omhoog gaan. En anders maakt niet uit, als je alle klanten, de helft van de klanten ontslaat... gaat die ook omhoog. Dan hou je de grote en dan kan je in je board meeting kan je dan zeggen van... we zijn de average quarter value omhoog aan het gaan. Kijk eens wat we doen. Ja. En we hebben toch 80 miljoen op de bank, dus dat maakt allemaal niet uit... of we nou zeg maar wat minder cash hebben op dit ogenblik. We worden de nummer 1 van de wereld. En nou, uiteindelijk is Optimize een soort Marketo geworden... wat natuurlijk de nummer 1 speler in ons veld is. Ja. Door dat soort stappen. Maar dat betekende dat een kleine speler die op nummer 3 stond... alle features had van de nummer 1. Omdat ik depressief was en ik wist niet wat ik moest doen. Ik zat er 10 gezegd, we kopiëren gewoon alles. Ja. En dat maakte het switchen lekker makkelijk voor die mensen. Ja. Dus ik groeide als een speer. 2017 zat ik opeens... we zaten opeens ver over het miljoen. En zoiets van jaarlijkse omzet... Niet omdat ik nou zo'n mijn slimme man ben, maar omdat gewoon de marktstrategie zeg maar veranderd was. Ja, ja. En nou, dat was natuurlijk hartstikke gaaf. Daarna zijn alle spelers zeg maar, in die markt ingekomen. En wij hebben natuurlijk op een gegeven moment begonnen iets van strategie te komen. Zo 2016, 2017 had ik de hele historie een beetje afgeschud. Ja. Ik had mijn huidige vrouw gevonden daar in Mexico. Ja. We hadden inmiddels een kleine baby gekregen. En ik had eigenlijk weer helemaal verse energie van alles. En toen zei ik van, nou, een van de dingen die we echt verkeerd hadden gedaan is...
wij stonden nergens voor. Nee. We waren gewoon die derde speler die een beetje de kruimels van links en rechts een beetje oppikte. En we waren altijd goedkoop. Op een gegeven moment zeiden we, wat willen wij nou? Wat willen wij nou doen? Wie willen wij zijn? Ja. En ja, dat is natuurlijk lastig als je daar niet over... Maar wat belangrijk was, is dat ik steeds meer... En ik zat dan een beetje richting de 40, net over de 40. En ik had zoiets van, dan zit je een beetje in dat... Wat wil ik als mens? En, ja. En wat wil ik met mijn bedrijf? Dat soort vragen. De 40ers, die heel, hebben dat een beetje. Maken, ja. Dat soort dingen van... wat is mijn legacy in de wereld? En dat soort dingen. Dat 200 jaar geleden hadden we namelijk al overleden geweest rond de 40. En nu hebben we opeens een derde stuk van ons leven, zeg maar. Ja, dat wilde ik nou net niet zeggen hoor. Ja, maar dan begint het. Dus ja, toevallig zat ik inderdaad ook aan de nieuwe vrouw, kinderen. En dat past prima natuurlijk bij de midlife crisis. Als ja, tweede leggen. Types gaan werken. Ja. Dus ik had zoiets van, wat wil ik nou dat dit is? En ik was helemaal niet meer zo blij met dat hele Tim Ferriss verhaal. Dat betekent dat je gewoon zeg maar iemand inhuurt over ver aan de andere kant van de wereld. Die zo min mogelijk betaalt en via een structuur oplost. En die mag niet afwijken van die structuur. Die doet gewoon wat je zegt. Want jij bent dan de slimme man en hun zijn dan de domme. En die moeten dat dan maar doen. En zo goedkoop mogelijk, geo-arbitrage. En jij verdient dan het maximale. En dat voelt gewoon niet meer lekker. Nee. Nou, dit is niet wat ik wil. Dus er gingen dingen gebeuren als van... Ja, Dennis, mag ik de corporate creditcard, die ik dan in mijn handen had... Ik had er maar één creditcard in het hele bedrijf. Mag ik daar software voor kopen van €35 per maand? Voor mijn werk. Ja. Op een vrijdagavond om 8:00 krijg ik dan zo'n appje, zeg maar. En toen dacht ik zoiets van... Dat moet ook een klote bedrijf zijn voor te werken. Als je dat soort onzin moet doen. Zotty, mijn oude Rotterdammer komt er helemaal boven. Dus ik had echt zoiets van, nou, dit kan toch niet? Zo moet je toch geen bedrijf runnen? Dus ik schaamde me eigenlijk zelf van, dat heb ik nou opgebouwd. Ja. En nou, toen hebben we dus dat hele beroer omgegooid. Over van wie we zijn en wat we doen. En uiteindelijk zit er een inspirerende talk in die lijst. Kijk, dat is van TED-talks natuurlijk. En dan komt er zo'n TED-talk voorbij over holacracy. Ja. Over de bedrijfsstructuur. Dat je de voelsprieten liggen aan de buitenkant voor de organisatie. En daar moeten ook de beslissingen liggen. Dus dat hoef je dan niet steeds te vragen. En toevallig had ik hem volgens mij de derde keer gezien. Precies op de avond dat iemand €35 van mijn creditcard. En dat ik iets van, dit is klaar. Ik ben helemaal klaar mee. Ja. En daar begonnen we zo in 2016 een aantal dingen te doen die pasten bij mij als oprichter. Ik begon bijvoorbeeld af te vragen, waarom hebben eigenlijk mijn kinderen meer vrijheid dan mijn medewerkers? Ja. Ze zijn 3 jaar, 4 jaar, weet je wel? Ja, ja. Dat kan toch niet? Het is gewoon een volwassen persoon. Er staat een volwassen kerel of een volwassen vrouw staat daar. En daar kan je toch wat meer van verwachten dan alles aan mij vragen. Ja. En nou, we zijn wel van het democratisch onderwijs en de holacracy kwam voorbij. Dus we hebben uiteindelijk zo'n 2015, 2016 dat hele roer omgegooid. We zijn nu een bedrijf en in dit moment een paar miljoen omzet, 31 medewerkers, nee, 32, want ik zag dat er vandaag weer iemand bij kwam. Kijk. 32 medewerkers vandaag. En nou, dat groeit met een paar medewerkers iedere maand. En ja, dat is een van de kleine dingetjes die ik doe, is bijvoorbeeld tekenen een contract. Maar ik ga niet meer afvragen. Als ik een contract krijg, betekent dat het al 4 lagen overheen is geweest. Dus dan zit het wel goed. Ja, precies. Dus wie dat dan is en waar die komt werken in mijn bedrijf, weet ik niet. Maar er zitten heel veel mensen, vertrouw ik inmiddels. En die hebben allemaal via dat holacracy hun eigen domeinen en hun vrijheden en vertrouwen gekregen. Dus we hebben creditcards over heel de wereld gestuurd. Iedereen heeft tegenwoordig een creditcard. $500 staat erop per maand. Besteed zoals je het denkt dat je het moet besteden. Allemaal voor jou privé. Dus je hoeft niet eens voor de zaak te kopen. Want we weten, we zitten overal. Dus ik weet niet wat mensen nodig hebben. Dus de ene zegt van, oh, ik woon in een arm land. Ik heb een verzekering nodig. En de andere zegt, maakt niet uit wat je ermee doet. €500, maak jezelf blij. Ja. Bovenop je salaris. Okay. En dat checken we helemaal niet. En we hebben allemaal virtual credit cards die iedereen kan gebruiken om voor hun rol of een cirkel of een afdeling, hoe je dat dan ook noemt, buiten ons bedrijf. En daar kunnen ze dan dingen mee kopen. Iedereen kan kopen. En inmiddels hebben we een autorisatielaag opgezet, dus het komt allemaal wel goed. Er zit weinig mogelijkheid tot fraude in.
Dus ja, dus iedereen kan nou doen wat hij zelf wil. Werken hoe laat hij wil. We nemen mensen aan over heel de wereld. We kijken niet hoe laat ze werken, hoe lang ze werken. Nee. Het boeit allemaal niet meer. Geen vast kantoor. We geen vast kantoor. Mensen werken thuis in een coworkplek. Waar ze ook waar ze de inspiratie vinden. Ja. En ja, totaal decentrale organisatie met echt wel iets unieks. En dan groeien er ook dingen die je niet verwacht. Bijvoorbeeld, er komen de bedrijven, bijvoorbeeld een medewerker uit Canada. En zij, ze had een jaren ervoor problemen gehad met haar coming out. En toen zag ze opeens dat we in de funnel, de eerste dag dat ze kwam, gingen we de CRM in. En de salesman ging die funnel doornemen, wat voor soort klanten we hadden. En dan zag ze een kerk staan in de funnel, die ons klant zou willen worden. Dat zou ongeveer een ton opleveren, zo'n Amerikaanse kerk, die wat speciale gedachtes heeft, laten we het zo zeggen. Laten we de naam niet noemen, want daar krijgen we allemaal problemen mee. Ja. Maar die zag zij, die zegt, weet je dat de gay community daar echt onwijs veel problemen mee heeft met deze kerk. Ja, met dit gedachtegoed. Ja. Eigenlijk zou ik zou zo'n kerk niet kunnen ondersteunen als medewerker als zij klant van ons zouden worden. Nee. En dat was de start van Conscious Business bijvoorbeeld als Convert. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld gezegd, de kerk komt er niet in. Omdat de medewerker voorgaat voordat het geldt. Ja. En toen begon er dus iets te spelen over van, nou, als je naar Convert.com zou gaan en je wil een trial, dan moet je ook voor akkoord gaan met de voorwaarden als je een aantal dingen niet doet. En die zijn allemaal gekomen omdat medewerkers zeggen van, nou ja, misschien Google toen de tijd ze begonnen van do no evil achter iets, weet je wel. Dat komt vanuit oprichters. Ja. Maar alle medewerkers vonden, we willen niet bijdragen dat bepaalde sites groeien. En dat doet onze software. We helpen je in de groei. Ja. Dus er zijn zo langzaam over de jaren dingen als van jagen kan ik meer. We hadden een hele grote wapenleverancier die mijn klant wil worden. En dan zeggen we, nou, dat doen we ook niet. We hebben een van de grotere nieuwsnetwerken in Amerika. En zeggen van, nou ja, die dragen ook eigenlijk helemaal niks bij aan een betere wereld. Willen we nou dat die nou groeien? Toen hebben we nee gezegd. En zo ontstaat er dus een bedrijf, doordat je zeg maar decentraal gaat. De waarde van die mensen worden de waarde van het bedrijf. Ja. En nou, het is nou eigenlijk een van de meest coole plekken waar ik zou willen werken, zeg maar. Het is gewoon een bedrijf dat je zegt van, nou, we maken de wereld beter. En die waarde uiteindelijk werd onze voorkant van het bedrijf. Ja. Op een gegeven moment wisten we natuurlijk, wat is onze unique position, zeg maar. Nou, we hebben nu een bedrijf gebouwd wat remote werkt. Op het moment dat we een factuur online zetten, dan hebben we binnen 2 dagen 200 aanmeldingen. En dan moeten we hem dichtgooien, anders kunnen we niet door de selectie heen. Nee. Dus zijn aan de remote kant zijn we natuurlijk heel populair. Ja. En die waarden zijn langzaamaan naar de voorkant gegaan. Want toen in Europa GDPR een beetje speelde, hadden wij zoiets van, wat gaan we daarmee doen? Ja. Want het gaat natuurlijk een online marketer die dan dat niet wil. Dat zou dan heel conflicterend zijn. Want ja, meer data is natuurlijk de Dennis die dan aan de binnenkant zit. Ja. En aan de andere kant zit de Dennis op de Brave browser te zorgen dat die niet overal die advertenties retarget krijgt. En die twee die dan zeg maar praten zo in je hoofd, die moesten samenkomen. Zo van, hoe kan dit nou? Dat als privépersoon wil ik eigenlijk meer privacy, maar als marketer wil ik eigenlijk meer data. En dat is ook weer zo'n moment dat we zeiden van, ik heb geen idee of dit nou een goede strategie is of niet, maar we moeten die twee werelden bij elkaar brengen. Ja. We gaan gewoon de meest privacy georiënteerde AB-testing tool van de wereld worden. Ja. Ik heb geen idee of dat zin heeft, maar het voelt gewoon goed. Ja. Er zijn vast klanten die dat willen. En we waren toch al van klanten nee zeggen hier, nee zeggen daar. Dus dat is van, nou ja, weet je wat? We groeien lekker, nog steeds. Weet je wat? Het maakt nou niet meer uit. De investeerders, die krijgen heus hun geld wel een keertje in de toekomst. Anders betalen ze wel terug. En dan betalen we 10 keer zelf wel. Maar ja, we zijn nou niet de A-speler van de wereld. We gaan niet een IPO doen. Wat voor bedrijf willen we nou weer hebben?
Dus dat veranderde. En dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn leeftijd, de scheidingen, dat 40 jaar, weet ik veel. Dat soort dingen dan komen dan een beetje. Ja. Nee, ik wil een bedrijf waar ik eigenlijk me thuis voel. Waar je denkt van, je laat iets moois achter. Dus hebben we dat gekozen in 2016. In 2017 begonnen we daar een beetje mee te spelen. En toen 2018 in Nederland was dan de AVG voor jullie en GDPR over het algemeen. Kwam natuurlijk lanceren. Niemand had daar echt interesse in. In Nederland. Maar we hebben een hele tool opnieuw gebouwd. We slaan niks op. Dus je database kan lekken. Je kan er nog niks mee. Hele bedrijf omgebouwd. Zoals een Amerikaans bedrijf. Zouden wij een audit kunnen krijgen van een Nederlands bedrijf? En dan zouden we zeg maar hetzelfde uitkomen. Dit is allemaal goed geregeld. Ja. Het is tot het extreem geregeld. We gebruiken geen e-mailadressen van klanten in Slack. Alle Slack-berichten en alle Asana-berichten na 6 maanden worden allemaal gedelete. Ja. Het is echt super extreem hoe wij het op hebben gebouwd. En ik denk ook om van mij, ja, we hoeven dat niet, want het zijn een Amerikaans bedrijf. Dus we hoeven dat niet zo te doen alsof je een Nederlands bedrijf bent. Nee. Maar ik denk dat we het beter geregeld hebben als het meer een deel van de Nederlandse bedrijven. Ja. Dus we zijn er heel diep ingedoken, de tool opnieuw gebouwd, positionering uitgezet. Dus iets van, nou, ja, we hebben nou toch al een paar miljoen omzet. En die klanten die dan bij ons zijn, die merken daar niet zoveel van of die tool dan anders is. Maar het voelt gewoon beter. Ja. En we gaan het maar gewoon neerzetten als de privacy. En mijn investeerders is iets van, maar privacy is toch geen ding? Ja, de Amerikanen natuurlijk. Hij wist meer verzamelen, meer targeten, meer personalisaties. Meer gebruiken om de omzet maar te verhogen. Ja. En ik zou zeggen, ja, ik weet het ook niet, maar het voelt goed. Eindelijk sta ik ergens voor in de wereld. We hebben een mooi bedrijf intern. Niemand weet dat verder, maar we zijn natuurlijk intern een onwijs mooi bedrijf. Ja. Daar staan we ook ergens voor aan de buitenkant. En we willen dit soort klanten niet meer. En we willen staan voor privacy. We gaan die tool gewoon herbouwen en lanceren. En net als 10 jaar geleden, nobody cares, zeg maar. Niemand die dat interessant vindt. Nee. Maar de groei is nog hetzelfde. En dus wij voelen ons beter. Ja. En dan gebeuren er opeens dingen van, oh, nog een cookiewet. Oh, nog een boete hier. En op een gegeven moment beginnen de Nederlandse bedrijven ook zoiets van, nou, dat privacy dingetje, dan moeten we toch wel eens naar gaan kijken. Ja. Ja. En nou zit opeens heel Amerika daaraan. En alle browsers die gaan opeens de cookies inbeperken. En wij hadden zoiets van, nou, bij iedere update van Safari of van Chrome of van Firefox hebben wij zoiets van, kom maar. Nou, boeit ons niet, nee, weet je wel. Het is toch allemaal geregeld. Dus, ja. Dan zie je dat het natuurlijk ook een beetje gelukt. En dan kan het allemaal heel mooi zeggen, ah, het is visie, ik ben een visionair, ik heb het helemaal gezien en zo. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het is gewoon van, het voelt goed voor mij om dat privacy op te pakken en zeggen, nou, dat is weer zo'n moment waar de Dennis en ons als persoon en ons team als persoon zeg maar voor kan staan. Want ja, ons team wordt gewoon blijer omdat we nou die hoeken ingegroeid zijn. Als ik het een type blij team heb, heb ik een goede support, heb ik goede sales en dat komt allemaal wel goed. En nu is er iets natuurlijk gaande met de browser die, waar heel Nederland digital marketers in paniek raken. En nou, ik schrijf een artikeltje per week, omdat ik daar zoveel van, kijk, daar weet ik wel voor veel van. Ik weet onwijs veel van cookies. Ik weet onwijs veel van de Nederlandse en Europese wetgeving. Ja. En ik weet onwijs veel van de techniek en de toekomstige technieken die komen om dit soort problemen. Maar ja, third party cookies gaan allemaal weg. Ja. En wij zijn er helemaal zo van, nou, dat is eigenlijk wel goed allemaal. Ja. Dus kom maar op, we zijn er al jaren mee bezig. Dat is allemaal eigenlijk helemaal geen probleem voor ons. Maar heel de wereld is in paniek. En nou zie je bijvoorbeeld dat als ik dan een blog plaats over privacy en dat soort dingen, omdat je daar dan heel veel van weet, dan voelt het eigenlijk weer een beetje als zo'n moment van 10 jaar terug. Het cirkeltje is weer rond. Ja. Er is een concurrent opgestaan toen de tijd, waar de founder heel veel van wist, daar heel veel over blogde, met blogs die zo goed waren dat er nergens op het web iets beters te vinden was. En dan komt het vanzelf goed. Ja. En nu, eindelijk, na 10 jaar verder, zonder eigenlijk allemaal kleine stapjes, komt er nou iets terug waar je zegt van, wauw, nou zijn de marketer en de privépersoon Dennis in één gekomen. Het bedrijf wat heel extreem geldgericht was en natuurlijk heel erg humaan nu in samen, van we kunnen nu geld verdienen door dingen beter te maken, dat kan ook samen. Ja. Zijn er heel veel dingen samengekomen dat je zegt van, nou, dit is één een leuk bedrijf om te werken. We hebben nou bij toeval of strategie, en dat is aan de luisteraar om daar iets van te maken.
Hebben we privacy gekozen? Dat is nu een ding. Ja. Het wordt heel spannend de komende 2 jaar voor de kaf van de online marketers. Ja. En we hebben echt wel ideeën wat er gaat gebeuren. En we schrijven daarover. En de komende weken komen daar meer blogs op. En nou, net als eigenlijk meer... Eigenlijk het is bijna hetzelfde op het moment dat een factuur online staat. De eerste dag honderden mensen solliciteren. Op het moment dat ik dan zo'n blog schrijf, is het weer honderden mensen komen naar zo'n blog. Wordt onwijs veel gedeeld. Want het is pijnlijk. Maar wij, ten opzichte van anderen, nemen die pijn op en zeggen van, ja, dit kan ook ons geld gaan kosten. Maar in ieder geval, je hebt de informatie. Je hebt het compleet. Het is eerlijk. Het staat er allemaal. Ja. En hier kan je het vinden. En de rest van de wereld is dan maar pap houden. Pap en nat houden. Ja. Nee, die uitspraken die gaan ook naar 15 jaar erom uit. Pap en nat houden. En dan krijg je Amerikaanse bedrijven die willen helemaal niet over privacy praten. Als ik dan zo'n guesswall maak, dan nee, privacy is een sensitive topic. Daar gaan we niet over praten. Nee. Dan heb ik zoiets van, dat is allemaal een kop in het zand steken. Dat is nu, de komende jaren gaan de dingen weer gebeuren met die browsers en Chrome, wat ze allemaal aan het uitvinden zijn. En Safari en Firefox. En het komt allemaal terug. Nu is privacy een ding. En ik heb een NDA. Dus ik kan geen namen noemen. Maar er is één van de meest privacy-georiënteerde browsers die ongeveer 20% marktaandeel heeft in de wereld. Een klant van ons bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je dat het allemaal terugkomt. Op een gegeven moment, ik heb natuurlijk 10 jaar nodig gehad om dezelfde les te leren die misschien een concurrent geleerd had. Dat met bloggen en ergens voor staan en ergens voor kiezen. En interne waarden en externe waarden, zeg maar, in alignment. Ik voel me een beetje millennial, een beetje nu tegenwoordig. Dus misschien zijn de 40ers van nu ook een beetje hetzelfde als een millennial. De nieuwe medewerkers, die interesseert het niet altijd hoeveel werk, hoeveel geld ze verdienen en welke rol. Nee. Bij ons kan je gewoon een eigen titel voor je functie kiezen. Dat maakt ons allemaal niet uit hoe je jezelf noemt. Het is allemaal niet relevant. Nee. Want dat is helemaal niet relevant voor de jonge mensen. Het is gewoon, werk ik ergens aan om iets beters te maken? En kan ik daarmee ook mijn hypotheek gaan kopen, aflossen? En kan ik dan ook mijn kinderen naar school sturen? Maakt niet uit in de wereld waar je woont. We betalen altijd significant meer dan waar je woont. Wat daar de gebruikelijk. Dus die mensen kunnen allemaal de verzekeringen afsluiten. Die kunnen een fantastisch leven hebben in waar ze dan ook wonen. En dan heb ik nu, zeg maar, nu is het allemaal aan het samenkomen. Het is van een keuze maken voor een bepaalde visie. Is enorm belangrijk voor, denk ik, een ondernemer. En ik heb daar heel lang over gedaan. Ik denk dat, ja. Goed zeg. Ik weet niet hoe jij. Kijk, je hebt natuurlijk ook natuurlijk een bedrijf. Ik weet niet hoe jij dat tegenover. Maar dat is toch een van de belangrijke dingen die ik toch heel laat geleerd heb, zeg maar. Ja. Zo van, kies ergens iets. Kies waar je voor staat. En wat ik dan, zeg maar, in de tijd geleerd heb, is omdat die dingen, zeg maar, samen moeten komen. Dat je kan niet, zeg maar, binnen een ondernemer van een bedrijf 10 jaar lang aan een product werken en daar nog dezelfde passie voor hebben. Nee. Dat verandert. Dat is als een huwelijk, dat is als een relatie. Daar moet je aan werken. En soms is het even zo, even een therapie. En even bij de psycholoog zitten, want er zit even wat raars. Dan moet je gewoon moet je keuze zitten maken, dalen. En er zitten pieken in. En ik heb natuurlijk een break genomen van een paar jaar van mijn eigen bedrijf. En er zijn momenten geweest dat ik het ook niet zo zeg in eigen bedrijf. En dan kwam de Holacracy dan weer als oplossing. En zei van, oh. En nu heb ik echt van, wauw. Ik zit echt op die flow. Nou, daarvoor kan ik met jou een belletje doen. En niet heel de dag aan het werk zijn. Nee, nu kan ik de inspiraat. Ja. Ik kan gewoon dat soort dingen, dat lopen allemaal. Het hele bedrijf, dat loopt. En dat groeit. En ik heb een van de rollen is gewoon, nou ja, dit verhaal verspreiden door van de lessen natuurlijk neer te leggen bij een ander. Ja, dat is natuurlijk een beetje wat ook onderdeel van mijn rol tegenwoordig is. Ik mag ook handtekeningen onder contracten zetten en ik mag ook nog 1 keer select all en ik mag dan een paar ton overmaken aan salaris iedere maand. Dat soort dingen mag ik dan nog doen. Maar ik hoef niet meer te kijken of dat allemaal van wie dat salaris is of zo, weet je wel. Dus zo van, weet je wel. Ik zet wel select all, dat hele lijstje. En dat gaat dan in 1 keer zo. Iedere vrijdag gaat dat eruit naar iedereen. Ja. Dus ik hoef niet zo heel operationeel meer bezig te zijn. Nee. En dus de vraag van, hey, die piramide of conversion optimization, hoe dat werkt allemaal. Dan zeg ik van,
Hey, ik heb nou een mathematician PhD ingehuurd die de rapportage op inbouwt. En ik heb, ik heb natuurlijk hartstikke veel mensen die dat... Nu hou ik gewoon echt bezig van... Nou ja, blijkbaar waar ik goed in was. En was gewoon eigenlijk een bedrijf brouwen met de emotie die... Ik ben dan een vrij emotioneel persoon. Ja. En dat samenvoegen, emotie en bedrijf, kan prima samen. En ik zeg niet dat je van je werk je homie moet maken, maar je moet ook niet naar je werk komen en twee andere maskers moeten op hebben voor thuis en werk. Weet je, als dat heel erg uit elkaar ligt, dan gaat dat toch aan je knagen. Ja, dat heb je meerdere keren gedaan. Ja. Ja, ik weet niet hoe. Ik weet weinig over hoe jij je positie doet, maar wat is nou de USP die jij zeg maar uiteindelijk aangedragen hebt om te zorgen dat je niet. Niet met twee maskers, zeg maar, over. Wat zijn toch dingen die jij bij je bedrijf neerlegt, bij je klanten? Zegt van, nou, dat zijn dezelfde Matthijs, zeg maar. Ja, nu bedoel je? Ja, nu. Ja, voor mij dat is nog een... ik denk dat ik ongeveer in de situatie zit waar jij zat in je scheiding. Oké, je zit op het daal? Ik heb 10 jaar lang aan een bedrijf gewerkt. Er zijn wat spin-offs en wat nieuwe start-ups uit naar voren gekomen. Dus ik heb uiteindelijk... gisteren nog eens een keer de optelsom gemaakt, ben ik nu bezig met het opbouwen van bedrijf nummer 5. Wow. De andere 4 doe ik niks meer mee, ben ik ook niet meer bij betrokken. Heb ik vorig jaar rigoureus de streep ondergezet, de stekker uitgetrokken. Omdat ik daar gewoon op het punt kwam dat ik het gewoon niet leuk genoeg meer vond om daarmee bezig te zijn. Inmiddels ook allerlei krachten daarbij begonnen te spelen dat het niet allemaal meer aan mijzelf was om daar iets van te vinden. Dus daarin heb ik gewoon echt de keuze gemaakt en gezegd, oké, met alles wat ik tot nu toe heb geleerd, ga ik het gewoon opnieuw doen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat, dat jezelf op een bepaalde manier op de kaart zetten door een personal brand op te bouwen, uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat er vraag gaat ontstaan naar jouw expertise. Ja. En dat is een beetje het nieuwe bloggen van deze tijd. Hè? Dus daar geloof ik heel erg in. Daarin heb ik een nieuw label opgezet, dat heet Ask Matthijs. Daar valt deze podcast onder. Daarin ga ik als spreker het land door. En als het even kan ook de rest van de wereld over. En ga ik vooral mezelf op de kaart zetten als expert op het gebied van ondernemerschap en e-commerce. Met het idee dat daar uiteindelijk de vraag gaat ontstaan. Naar mijn expertise, en dat ga ik dan vooral niet zelf doen, maar daarin heb ik nu een mannetje of 8 aan ZZP'ers om me heen verzameld, die dan daar wel het verschil zou kunnen maken voor die klanten. En ik vooral kan doen wat ik leuk vind, en dat is dit. Dus met zoveel mogelijk mensen spreken, kijken of ik zelf een podium op mag. En dat mag ik gelukkig al in een aantal situaties. En op die manier nieuwe bedrijven bouwen die bijdragen aan het doel wat ik mezelf gesteld heb. En dat is e-commerce moet en mag naar een volgend niveau. En dat uitbollige, stoffige Nederlandse denken, dat moet eraf. Okay. En Nederland mag voor mij wel het Silicon Valley van Europa gaan worden. En ik ga kijken in hoeverre ik daar een bijdrage aan kan leveren. En dat is denk ik mijn onderscheidende vermogen in dit hele verhaal. Dan zie je toch weer dat terugkomen. Toevallig had ik een exit gesprek met een medewerker die weg is gegaan in december. Over hoe ga je nou van dit naar dat. Weet je wel? Ja. En dat zie je toch. En dat zei je dan 10 jaar geleden is het mij overkomen. Met een concurrent die zo begon. Ik ben nu ook op dat moment waar jij staat van. Het is prima om als persoon ergens te werken. En dan als persoon zeg maar. Je persoonlijke brand neer te zetten. En dan zeg je van, ik volg een hunch wat het is. Ik volg het. Het hoeft nog niet een MVP te zijn. Maar het kan gewoon zijn van, er zit een passie in. Ik ga daar bloggen of ik ga een podcast maken. Of ik ga video doen. Whatever jouw ding is. Ja. Terwijl je met een ander project bezig bent. Dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Want er zijn soms medewerkers die zeggen van, ik word nooit ondernemer. Het is allemaal hartstikke moeilijk. Ik moet de stap maken morgen. Of dan wordt het een hele stressvolle start van je onderneming. Ja. Maar er kan echt zijn mensen in die ik op LinkedIn volg, die zijn echt gewoon structureel aan het bloggen en waardevol zijn in het veld. Ja. Met een speciale expertise die ze dan uiteindelijk waar je de beste in wordt. Want hoeveel mensen weten nou exact combinatie privacy, cookies, personalisatie, niemand in de wereld. Zijn er maar 5 of 10 of 15, weet ik veel. Ja. Dus je kan heel snel die top 1 bereiken.
En dat kan gewoon terwijl je, bij een ander bedrijf werkt. Als je daar eerlijk even bent dat je dat wat doet. En soms kan je zelfs ook een waarde voor dat bedrijf zijn. Je kan in dat bedrijf zeggen, ik wil mijn eigen brand neerzetten. En dan wil ik een podcast van maken. En ik wil daar jullie in noemen de hele tijd. Maar het is wel mijn brand. Ik wil daar iets mee doen. Ik weet niet wat, maar ik vind het gewoon leuk. Ja. Dat kan leiden als je maar goed genoeg bent. Structureel dingen doet iedere week. En beter wordt. Dan kan dat leiden tot dit soort dingen waar jij natuurlijk mee bezig bent. En dat kan een softwarebedrijf worden. Dat kan een consultantsbedrijf worden. En ik zelf ben helemaal voor de consultant. Van niks naar consultant, naar software as a service of een agency. Ik ben helemaal voor dat model. Ik denk dat je dan je voetjes een beetje nat kan maken zonder al te veel risico te lopen. En dat kan met heel weinig geld, van veel passie. En dan kan je vanuit iets waar je nu bent naar iets nieuws. Ja. Zonder dat je een harde cut moet maken, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, jij hebt dan wel natuurlijk een aantal dingen echt wel rigoureus. Want soms kan je ook gewoon niet, heb je de tijd of de energie niet om iets nieuws te doen. Nee. Maar voor mensen die bijvoorbeeld hier naar luisteren en zeggen van, nou, ik wil vanaf nu naar iets nieuws. Ja, soms moet er ook gewoon brood op de plank blijven komen. Ja, ja. En dat nieuwe kan je ook gewoon in de avond en een weekend doen. Ja, precies. Maar ik geloof wel erin dat één persoon met een expertise een wereld kan verschil kan maken. Want er zijn zoveel nieuwe technologieën en nog nieuwe vraagstukken die we in de wereld hebben. Als je een combinatie van twee dingen pakt. Hè, bijvoorbeeld privacywetgeving en technologie. Wat ik dan nu zelf. Als je twee dingen pakt. Of bijvoorbeeld ethiek en biotechnologie, mens, wat ik veel. Ja, wat je ook wil. Die combinaties, dat zijn hele nieuwe velden aan het ontstaan. Dus als je daarop inzoomt, zegt van, ik weet alles van een bepaalde ziekte, omdat mijn moeder dat had in combinatie met AI. Ja. Als je daar dan de passie, over 5 jaar sta je misschien op een congres. Of heb je dat een hele... Je hebt bijna geen concurrentie op bepaalde... Ja, dan kan er bedrijven gebouwd hebben. Van mij ga je DNA klonen, weet ik veel. Er kan van alles gebeuren. En uiteindelijk doen mensen ook weer zaken met mensen. Hè? Dus ze gaan uiteindelijk vallen ze voor jouw verhaal, voor wie jij bent. En uiteindelijk, hoe groot het bedrijf ook is, uiteindelijk is het toch die menselijke factor die je dan waar mensen voor kiezen. Ja, zelf heb ik, vind ik het ook weer leuk. Hè? Dus het is weer leuk. Het is gewoon, ik ben iedere dag op LinkedIn. Ik zit gezellig te babbelen met mensen. En als er iets van komt, dan komt er iets van. En zo niet, dan niet. Niet. Kijk, ik wel bijvoorbeeld in Convert hebben we bijvoorbeeld wel een CRM natuurlijk. Ik zit daar zelf niet meer in. Nee. Dat is iets van... Het is beter om daar uit te gaan. Ja, ik werd gebeld. Ik weet niet of je dat hoorde. Maar... Ja, dat geeft niks. Maar ik sta wel op stil, maar blijkbaar hier hoor je het. Hoorden we toch iets, ja. Dus dat geeft toch aan dat je, zeg maar, ik ben het even kwijt hoor, sorry mensen. Nee, maar dat je op die bepaalde expertise echt wel het verschil kan maken. En als je daar maar genoeg passie voor hebt... En je kunt dat overbrengen op de manier zoals jou goed voelt. Of het nou een podcast is, of dat het nou video is, of het is bloggen. Dan is er voor iedereen markt. En kan iedereen zijn geld verdienen waar hij of zij een passie voor heeft. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, en ik denk dat je de eerste jaren van het bedrijf zijn oprichters toch altijd de verkopers. Dus de eerste 3-5 jaar ben je dat toch. En of je nou een team van 30 man om je heen zit, er zijn toch mensen die heel de tijd zeggen van, ja, ik wil dat de ondernemer, zeg maar, in dit gesprek zit. Of in Nederland misschien moet je toch op de koffiekopje koffie gaan om weer in de meeting room binnen te komen. Ja. Ik weet wel, een paar jaar geleden moest ik nog steeds, als we met de grote deals kwamen, dan moest ik even de introductie op de demo doen. Dan moest ik even langskomen en zeggen, oh, welkom. En leuk dat je... Ik heb hier Lennart en ik heb hier George. Die jullie dan helpen. Succes. Hey, ik moet dan wat anders. Doei. En dat is een beetje hetzelfde natuurlijk als in Nederland. Maar je bent natuurlijk dat gezicht. En dat speelt toch wel. Maar nu inmiddels zijn we toch alweer zo'n 11 jaar bezig. En Convert.com is als bedrijf, zeg maar, nu wel echt... De combinatie. Dus op het moment dat iemand denkt van, oei, ik vind het toch wel eng om, dat hebben we in Nederland een aantal bedrijven, sturen dan
verzoekjes op om met mij te komen praten over de visie van privacy bijvoorbeeld. Nou, dan dekken ze me even en dan komt het allemaal goed. Want er zijn toch weinig mensen die het recht doen, recht aan zeggen. En ook echt wel weten waar ze het over hebben, zeg maar. Het is niet van, ik heb ergens gelezen, dus ik heb gelezen dat Google Analytics een uitzondering is op de cookies. En die mag dan wel. Maar heel alle andere analytics tools mag dan niet. Ja. Ik zeg, nou, ik ben benieuwd waar je dat vindt. Dan je dat, dat soort dingen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus nou, natuurlijk. Maar dat zijn natuurlijk leveranciers die er natuurlijk over praten. En die zeggen van, hey, voor ons hebben we een uitzondering. En dat soort dingen. En ik zeg gewoon van, weet je wel, in Convert, in de UK en in Frankrijk. Op dit ogenblik, en dat is dan een tip wat ik mee om meegeven. Mag niemand cookies plaatsen op de computer of een device op dit ogenblik zonder consent. Nee. Sinds juli vorig jaar mag niemand het meer. Nee. Wettelijk mag dat daar niet meer. Nee. En het is dan weer of dat niet opvolgt, dat soort dingen. Maar ik durf het wel zo hier bam in de podcast te zeggen. Ja. En dat betekent dat mijn tool als Convert daar negatief effect van ondervindt. Ja, ja. Je kan dus minder A/B-testen doen op dit ogenblik. Maar, en dan heb ik al die dingetjes die je dan even moet volgen in de artikeltjes. Er komt een nieuwe wet aan, die toevallig een uitzondering heeft op 3 tools. En toevallig zijn er 2 van die tools, vallen wij onder. En Linuxvot. En ja, ik heb gehoord dat ze tot juli 2020 daar nog niks mee gaan doen. Dus je moet een flexibele periode tot juli. Ja. Maar dan komt er gewoon dat ik de wet lees. En ik lees de correspondentie, ik lees de rechtspraak, ik lees de browser. De toekomstige browserversies allemaal. Ja. En ik durf dat te zeggen, omdat ik weet dat ondanks dat ik misschien door zo'n uitspraak 20% meer volume verkoop, dat er wel 40% meer klanten komen, omdat wij de enige zijn die met vertrouwen daarover spreken. Dus aan de ene kant verlies je het, aan de andere kant kom je het. En ik slaap s'avonds heel relaxed. Maar ik denk dat dat gesprekje was, we zijn er lekker over tijd aan het gaan hier. Ja. Dus allerlei mensen beginnen te bellen en te piepen natuurlijk, aan mijn kant. Hier ook, hoor. Ja, ook, we moeten hem afronden. Ja. Hey, mag ik je ontzettend bedanken voor het delen van je supergave ondernemersverhaal. En ook enorm bedankt voor je openheid daarin. Hè? Want dat is ook niet iedereen die maar zo even het hele verhaal vertelt zoals het echt is geweest. En het komt lekker authentiek over. Dus dat het voelt alsof het echte verhaal is. Oh, het komt authentiek over. Ja, goed geoefend. Enorm bedankt. Ja. En laten we contact houden. Want wie weet wat we voor elkaar kunnen doen. Inderdaad. Nou, iedereen die luistert en iets van mij wil weten. Ik reken niks. Zoek me op LinkedIn. Dennis van der Heijden van Convert. Zet even een contactje. En met plezier help ik je in je GDPR-vragen over technologie. Kost je niks, je hoeft me niet te kopen. Maar het is gewoon leuk om met iemand te babbelen. Ik ben geen advocaat, dus vraag je advocaat of ik het aan de rechte end heb. Maar ik denk dat ik heel ver zit. Nou, goede afsluiting. Bedankt, man. Tot later. Dankjewel. Groeten. Hoi. Wat ontzettend leuk dat je deze video volledig hebt uitgekeken. Ben je nu al abonnee van mijn kanaal? Klik anders nog even op abonneer. En wil je op de hoogte blijven van mijn laatste video's? Klik dan ook even op het belletje. Als de video leuk genoeg was, beloon hem dan met een duimpje. En praat met me mee over de inhoud van het filmpje in de comments onder deze video.